Hartelijk dank voor deze muzikale opening voor Mariani. We zijn blij dat jullie met je korps muzikale omlijsting geven aan deze bijzondere dag. En ik heet iedereen welkom namens het bestuur van de Stichting Marvorg op deze dag, waarin we een aantal dingen gaan vieren. En een bijzonder welkom aan collegeleden hier links van mij, twee wethouders, zelfs en burgemeester Klaas Tichelaar, die straks een openingshandeling zal verrichten om de erfgoeddag in te luiden en tevens het mooi voorburgerjaar in te luiden. Dames en heren, vandaag weer een prachtig moment in dit jaar waarop we het seizoen starten, het toeristisch seizoen, het vaarseizoen. En eigenlijk starten we hier volop met activiteiten voor het komende jaar. En hebben we vandaag ook een start van het mooi voorburgjaar. Laten we overgaan om met het aanzwengelen van de pomp het jaar, het toeristisch jaar en het seizoen van vele activiteiten te starten. Waarvoor het voor staat, heeft alles te maken met behoud van natuur, milieu en ook vooral gebouwen en monumenten zorgen. Dat hier in het oude centrum, wat het historisch voorburg en huiskwartier heeft gekregen, de naam, mooi is en mooi moet blijven. En daar waken wij voor. Het is vandaag dus een activiteit die heeft te maken met het Erfgoedpodium. Het Erfgoedpodium is een overkoepelende organisatie van culturele instellingen die een jaar wat geleden zijn opgericht. En daar werken we mee samen. En alle instellingen, Leidschendam en vorig Stompwijk, hebben regelmatig overleg met elkaar om te kijken in hoeverre we elkaar kunnen helpen. En ook deze dag is weer een uitvloeisel van een erfgoedpodium, een erfgoeddag. Meneer Tichelaar, u heeft juist de dag geopend. Waar komen we u nog meer tegen vandaag? Nou, wij gaan zometeen met elkaar richting Hofwijk. Daar is ook nog een handeling van een onthulling van een monumentenbordje aan het pand. Vandaag staan we natuurlijk volop in teken van het erfgoed, cultureel erfgoed, historisch erfgoed. Maar er is ook de opening van het vaarseizoen. Dus dat betekent dat ik na Hofwijk gaan wij richting de Salamander. En dan wachten we daar de vloot op die al vanmorgen vertrokken is van Vlietland af. Vanaf de Knipbrug. En dan gaan wij mee varen hier naar Voorburg. En in de Houdenhaven, dan ben ik ook weer aanwezig bij de opening van het vaarseizoen. Ja, de geschiedenis van het hek. Ik ben hier in 2011 komen werken. En wat er nu uitziet als een mooi voorterrein, het schelpengrit, net zoals in de tuin, was toen eigenlijk een plek met van die 30 bij 30 stoeptegels. En er stonden vier auto's geparkeerd. Dat was heel handig, want ik kon natuurlijk vanaf de eerste dag mijn auto hier neerzetten. Voor de derde keer is dat ik dat mag doen, een bordje aanschroeven en de ontvangst afgeven. In dit geval voor Huygens Hofwijk. Van de erfgoeddag op kasteel Hofwijk, of eigenlijk landgoed Hofwijk. Ik woonde hier langs de Vliet in oud Rusthof. En vandaag op deze erfgoeddag is het heel belangrijk dat juist dat cultureel erfgoed wordt overgedragen. Er zijn alle kinderen van de Hubertus Brandaan groep, een scoutinggroep, die zijn hier bijeengekomen. En die hebben eigenlijk in het thema van prinses Marianne een knutsels gedaan. Dus die hebben veel geleerd over prinses Marianne, dat het eigenlijk de Robin Hood was van Voorburg. Welkom iedereen op Hofwijk, alle gasten, alle kinderen, Forum Mariani. Ik vind jullie fantastisch deze ochtend opluisteren. Prachtig, ook een heel mooi gezicht zo met jullie kleurige uniformen in de tuin. We gaan nu het volgende onderdeel hier uitvoeren en dat is
de aanbieding van een nieuw boekje over prinses Marianne. Allereerst de complimenten aan Forum Hadriani. En misschien weet u het niet, maar Forum Hadriani is mede opgericht door de zoon van prinses Marianne, Albrecht van Pruisen. Marianne is een bekend icoon van Voorburg, waar ze 3 buitenplaatsen bezat en veel goed werk verrichtte. Maar ze zocht ook graag grenzen op. En vaak ging ze er, volgens haar tijdgenoten, ook overheen. En over welke grenzen heb ik dat dan? Nou, dat kunt u natuurlijk lezen in het nieuwe boekje. De grote finale is natuurlijk de openingshandeling zelf, de openingstoespraak en het drinken van het vlietwater. Met het vlietwater zullen wij het hoofd inderdaad boven water houden. En de borrels worden op dit moment klaargemaakt, uitgeschonken. En we hopen dat iedereen straks een glaasje heeft op het moment dat de wethouder klaar is met zijn toespraak. Wethouder Frank Rozenberg, u heeft zojuist een opening gedaan van het Zomer aan de Vlietseizoen. Kunt u mij uitleggen wat dat inhoudt? Zomer aan de Vliet is eigenlijk een overkoepelend thema waarin alle evenementen en activiteiten die in de zomerperiode in onze gemeente plaatsvinden op een website staan. En dat je heel makkelijk kunt zoeken naar waar je naartoe zou willen. En het aardige van het Zomer aan de Vliet is dat dat openen tegelijkertijd met het vaarseizoen en ook met de erfgoeddag van het erfgoedpodium Schatten aan de Vliet. Er is een erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg en daarin zijn allerlei organisaties verenigd die zich bezighouden met cultuur en cultuurhistorie. En die hebben vandaag een programma gemaakt waarin allerlei activiteiten dus plaatsvinden die met hun organisatie te maken hebben.